Goedenavond. Het land gaat weer open. Ik vertel u zo dadelijk. Land gaat weer open. Maar eerst zal ik u uitleggen. Gaat alles weer open? Ja, daar hoor ik hier. In de afgelopen 2 jaar. Hey. Wat zie ik daar? God, hulsel op de plankje. Vrijdag al op het 8 april. Zullen daar dan wel doorgaan? Dat kon ook echt. Zie je dat deur? Daar mennen er niet. Ik heb er niks van gehoord. Maar als hij doorgaat, dan moeten ze. Dan komen we ze vragen, hè? Dan zullen wij wel weer iets moeten doen. Zullen we Frans van Gilsens bellen? Ja, wacht, ik bel hem wel even. Ja. Hij gaat over. Hey Frans, Mark hier van de Gild. Wij horen net dat het land weer open gaat en hulsel op de planken gaan weer deur. Zullen jij misschien weer eens in de ton willen gaan staan? Ja. Ja. Ah, nou, helemaal goed. Oké, houdoe. Nee, Frans doe ik het niet. God, non je! Wat een homo is dat, zeg. Hé, hey, worden wij weer voor de kaartjes spannen? Ja, dan moeten wij weer regelen. Hey, maar dan zullen we aan de gang moeten, hè? Dat hier denk niet ik wel. Lang blijven zitten, dan gaan we aan de gang. Ja, dan gaan we komt Klessens voor u dan weer voorbij? Nou wel. God man, dat is op tijd. Of heet je het nog druk altijd? Druk, een compressor. Die heet druk. Oh. Wat valt mee dan? Doen we nog weer vandaag of wat? Ja, ik weet niet. Ik weet nog wel spelletje. Ja, weet ik. Balken. Ken dat niet? Balken. Dat doen ze wel ergens anders in een land. En trok ze geld af. Ik kan dat zien. Stel rechts van. Kijk. Hier drie kumpjes, hè? Ja. Ja? Dan heb ik nog ergens een oud nutje. Oh, hier is hij. Ja, 2 oude nutjes, denk ik. Ja, één. Er zitten er ook 2 in. Oh. 1 en 1, 2 en 1. Die leg ik daar onder een kupje. Ja? En dan doe ik husselen en dan moet jij rooien waar dat jong zit. Ja, we kijken dan als jij nooit van elkaar. We kijken als ik het goed heb. Ja, he, niks. Maar ik wel een pilskast fout, hè? Mooi kutspel. Hier leg ik hem onder, hè? Goed kijken, hè? Volgen, hè? Nou, zeg maar, waar zit die onder? Die zit hieronder. Ah, die zit ik, hè? Ja, maar dat is niet goed. Ja, hoezo dat niet? Weet ik zo al. Kijk, zit daar niet onder? Kijk hier, ja, niks, hè? Zo, snap ik niks van. Ja, weet je wat je zit hier? Ja. Hoe doe ik dat, hè? Ja, dat ga ik jou niet vertellen, hè? Dat kan ik jou niet vertellen, want als ik dat moet vertellen aan jou, hè, dan moet ik jou doodmaken. Maar in dit geval, dan vertel het maar tegen mijn vrouw. Oh, dat doe ik wel. Meneer en mevrouw. Hoi Simon. Hoi. Wat kan ik voor jullie doen? Ik wil zeggen, jij een beetje koffie. Hebben we lustig jij door eens? Ik wil een pilsje. Jij hebt het verdiend door die tocht, hè? Oh, want we hebben toch net gefietst, hè? Ja. Ja, gefietst, hè? Ja, wel 40 kilometer, hè? Dan zal ik ze met je koffie. Oh, lekker. Heb je er een kuusje mee? Oh, ja, zeker. Ja, dat is een lekker kuusje. Ja, want ik heb het ook wel een beetje honger van gekregen. Godverdomme, Simon! Ik heb geen pils. Het lijkt wel een kop soep! Oh, Doris, je hebt hem ook verdiend, hè? Ja. Alsjeblieft, Doris. Let toe maar smaken. Met Simon, waarom heb je vierkante bierglazen? Wij hebben vierkante glazen, anders dan krijg je kringen op de bak. En dat willen we niet. Oh! Dat is zo. Is het Simon als je eruit ziet? Goedemiddag. Heb je een biertje voor? Ja,
maar een flesje. Simon, ik heb een taart bij hoor. Zo, een mooie dame zak. Dag, mooie jonge dame. Mag ik eens iets vragen? Ja. Jij kent verrekkers met je stok tussen uw vingers stoten. Ja, jouw ervaring. Nou. Ja. Oh. Maar maak nog eens iets meer, hoor. Oei, dat weet ik wel. Zullen we een keer mee mijn uit willen? Nee. Hoezo nee? Nou, dat kan niet om medische redenen. Hoezo medische redenen? Mag ik die weten dan? Dan moet ik eigenlijk gerust weten. Ik word kotsmisselijk van jou. Mag ik vragen wat ze daar aan het hangen zijn? Wat zijn jij daar aan het hangen? Luchttankers. Trouwens, ze zijn op. Wacht maar eens, ik heb hier nog wel enkele. Vangen! Vangen! Ja, zat, zat. Zat! Ja, die dan. En nou? Ja, dan gaan we even over hangen. Oh! Daar zijn ze aan het doen. Hangen! Nou, zeg maar man. Waar moet jij? Ik trakteer vandaag, zeg maar. Ga nu maar een broodje kroket. Broodje kroket. Broodje kroket? Ah, dat staat nog met een lijn. Oh, doe met maar een kipknots. Een broodje bal. Voor een paar euro friet. En een kipnuggets. Oh ja, en doe maar twee blikken bier. Twee blikjes bier, dan heb je wel schepen. Dat is wel lekker. Nou, dit maar of niet, ik had er wel in. Dat is lekker. Proost, hè? Proost, jongen. Wat doe jij nou? Ja. Er zit hier een lipje aan mijn blikje naar hem open te maken. Ja, dat is voor degene die geen blikopener hebben. Ja. Het is zo koude boys. Ja, ja, ja. Goedemiddag, meneer. Goedemiddag. Goeie vis weer, hè? Goeie vis weer. Maar is er helemaal geen engel bij? Ja, maar het is echt goede vis weer. Ik heb geen engel nodig. Wat doe je er dan? Met een tang en hamer. Zeg. Tang en hamer? Ja. Oeh. Ja. 10 euro, dan zal ik het toe uitleggen. Toen ben ik wel benieuwd. Ja. Hier. Let op. Ik heb de tang. Ja. En de hamer. Ik ga naar het water kijken. Het duurt even, hè? Je moet geduld hebben. Op een gegeven moment komen de vis voorbij. En als dat zo is, dan pak ik hem met de tang bij zijn staart uit het water. Dan spartelt hij nog, hè? Is hij nog niet dood, hè? Dan sla ik hem met een hamer op zijn kop. Dan heb ik hem. Ja, dan vangt het er niks? Jawel, tientje of 5-6 per dag. Dag, hè?
Mag ik jullie vragen wat jullie hier aan het graven zijn? Waar zijn we hier aan het graven? Oh, ik ook niet, je moet de netvoerder even bellen. Ja, een momentje, bel ik even de netvoerder. Johan, ja, mijn man. Ja, ze staan hier voor het Hulse Bloike en ze vragen waar hier aan het graven zijn. Oh, ja, mag ik dat gewoon zeggen? Ja, dat is goed. Wat zijn we aan het graven? Een grote kuil. Ja, je weet het, hè? Het ken net bij Tenne. Ja! Kom maar dicht mee hangen! Ik ga je blijken niet in staan. Hey.